Ik sta hier met meneer Van der Leegte. Meneer Van der Leegte, u heeft zojuist hier op het BOVAG, of het congres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, een presentatie gegeven. U heeft gisteren Netcar overgenomen, definitief. De contracten met BMW zijn getekend. Dan zit u een dag erop hier met allerlei ondernemers. Wat kunt u ze vertellen? Nou, dat heb ik geprobeerd te doen. Hoe ik begonnen ben, en dat was natuurlijk ook niet met de geweldige wind in de rug. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je op de juiste manier bezig bent. Nou, ik denk, geef dat maar mee. Als je zegt over Netcar, daar hebben we gisteren getekend, de definitieve overname is op 1 januari. En dan gaat het spel natuurlijk heel goed beginnen. U vertelde dat u ook tegenwind gekend heeft. Dat geldt eigenlijk voor de meeste ondernemers die hier vandaag zijn ook. Het gaat niet zo heel goed. De aftermarkt krimpt dit jaar. Als het even tegen zit, wat is er dan echt essentieel om te doen voor een ondernemer? Nou, allereerst vind ik het heel belangrijk dat we in Europa een gelijk speelveld met de rest van de wereld creëren. En dat is momenteel niet. Europa vindt zich een vrije handelszone, terwijl de rest van de wereld zich een beetje afzet. Dus China doet invoerrechten heffen. Wist u dat op personenwagens in China 100% invoerrechten betaald moeten worden? Op vrachtwagens 50 en op bussen 30. En omgekeerd is het niet zo. Dus ik denk dat we heel goed op moeten letten in Europa dat we hier het werk niet weg laten gaan. En als jij zegt het loopt een beetje slechter in Nederland, dan komt dat omdat het veel slechter gaat in Spanje en Italië. En dat is een deel van ons Europa. En ik denk dat je daar helemaal bij elkaar moet zien. Oké, dat begrijp ik. Dat is een beetje een macro-economisch beeld dat u schetst. Maar de ondernemer, de garagist, wat moet die in deze tijden? Ja, maar als wij minder auto's verkopen en dus minder werk voor de garage is, dan moeten wij dat landelijk Europees bekijken, denk ik. Dus je kunt dat niet heel klein bekijken. Ik vind overigens wel dat de kwaliteit natuurlijk van auto's en vrachtwagens en bussen, die wordt steeds beter. Dus het onderhoud, dat loopt gewoon weer terug. En dan zullen we alternatieven moeten vinden om die wegleden in stand te houden. Goed, u heeft het over de kwaliteit van auto's. U gaat zelf auto's bouwen vanaf 2014. U vertelde net dat er in de busindustrie overcapaciteit. Dus VDL heeft ook een bustak en die heeft te maken met een markt die krap is en waar overcapaciteit is. Goed, u neemt Netcar over, terwijl dat op de Europese automarkt ook een behoorlijke overcapaciteit is. Hoe kan dat op lange termijn goed gaan? Ja, nou heb je er zijn de twee aparte vragen. Je hebt in de buswereld krimpt de Europese markt van 27.000 naar 20.000. Ik heb geweldig grote tegenspelers tegen me die het kunnen veroorloven om wat verlies te maken. Maar uiteindelijk zal de capaciteit, de productiecapaciteit, minder moeten worden. Als je praat in de automobielwereld is dat precies hetzelfde. Maar nu is Netcar een fabriek die een geweldige automatisering en een geweldige discipline heeft. En denk ik ver vooruit staat op de meeste autofabrieken in Europa. En dat is natuurlijk toch onze kracht. Als ik BMW twee weken geleden hoor zeggen, proficiat bij je bedrijf met de inzet van de medewerkers. En ook nog zegt dat BMW van ons Netcar iets kan leren, dan ben ik natuurlijk ongelooflijk trots. Dan zit er een geheim wapen in die Netcar. En dat is kwaliteit, discipline. En dan kunnen wij dus geweldig uitnutten. Fiat, de Fiat-topman Marquillon, die werd vorige week ook de vraag voorgelegd. Een klein, relatief klein Nederlands bedrijf neemt Netcar over. En gaat daar auto's bouwen voor BMW. En hij reageerde nogal verbaasd met een blik van, dit is niet goed voor de auto-industrie in Europa. Die moet gewoon inkrimpen. Maar u zegt eigenlijk, prima inkrimpen, maar niet Netcar.
Nee, maar de wereld die... Kijk, natuurlijk, in Europa is men bezig met onderlinge concurrentie. En als de markt naar beneden gaat, dan moeten er natuurlijk altijd bedrijven sneuvelen. Maar waarom zouden wij er zijn? Ik denk het niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. U werd ook gezegd, Jaguar, Land Rover, dat zijn partijen met wie al inmiddels gesproken zou worden. Althans, dat lazen we in de media. Wordt daar ook al mee gesproken? Nou, dat is zwaar overtrokken. Ik heb op een gegeven moment gezegd dat Steel Weld, dat is een van mijn bedrijven die automatisering voor personenwagens maakt. Die doet zaken met Jaguar, met Land Rover, met overigens BMW en Ford. En dan maakt de pers ervan dat we al zwaar in onderhandeling zijn. Dus als je bijvoorbeeld een merk als Land Rover bekijkt, die heeft geweldige verkoopsuccessen. Dus wij zijn tweede lijn aan het bouwen, maar het had ook kunnen zijn, als we op tijd klaar waren, dat wij er een deel van overnemen. Maar ja, zover is het nog langer niet, want... Onze eerste aandacht die zit natuurlijk bij BMW. Van luister, wij moeten op 1 juli 2014 klaar zijn om auto's te fabriceren. En dat is nou een hele klus. Dus laten we de eerste doen en dan kijken we verder naar de tweede stap. Heel goed, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel.